Dames en heren, welkom op deze mooie 10e april. We hebben elkaar kort geleden nog ook in deze samenstelling gezien, maar we treffen elkaar alweer. En ook weer in een raadszitting, omdat het hier in Coevorden allemaal zo snel gaat, dat we ook vlot tot zaken kunnen komen. Dat althans is de agenda van het korte raadsdeel voorafgaand aan de commissievergadering die regulier stond gepland. De raadsleden weten dat, maar de publieke tribune weet dat misschien niet. Welkom, u als publieke tribune ook. Welkom ook aan de mensen die de uitzending vanavond thuis bekijken via het internet. Maar dat kan op elk moment, dus die kunnen ook later dit bekijken. Er is, zoals gezegd, een korte agenda. Er zijn geen mededelingen van verhindering binnengekomen. Als eerste inhoudelijke agendapunt is aan de orde de vaststelling van de agenda. Zijn daar opmerkingen, bemerkingen bij? Ik zal straks nog wel een en ander toelichten over de volgende punten, dat begrijpt u. Geen opmerkingen, dan kunnen we al dus de agenda vaststellen. Dan is aan de orde het instellen van de onderzoekscommissie geloofsbrieven van drie wethouderschap nieuwe raadsleden. De wethouderskandidaten die later op de agenda worden besproken, het op voorstel van de drie coalitiefracties, zijn de drie zittende raadsleden wiens geloofsbrieven natuurlijk kort geleden zijn onderzocht en goed bevonden. Dus het gaat hier om de geloofsbrieven van de raadsleden die na omkomst van agendapunt bespreekpunt 2 en 3... hier voor ons alle kunnen komen staan om de eed dan wel de gelofte af te leggen. Ik zou de heer Bouwers willen vragen om deel uit te maken van de commissie onderzoeksgeloofsbrieven. Mevrouw Vissering en de heer Hoedemaker. Ik zie dat ze daar geen bezwaar tegen maken. Praktisch gezien lijkt het mij het meest handig om dat onderzoeksgeloofsbrieven te doen plaatsvinden nadat de beëdiging van de wethouders heeft plaatsgevonden. Dan hebben we toch wat wisselingen. Dan gaat de totale collegetafel die nu helemaal leeg is, gaat dan weer bezet worden. En dan lijkt me dat ook een goed moment om even de commissie te vragen haar werkzaamheden te verrichten. Voordat dat aan de orde is, hebben we dan ook nog een stembureau te bemensen, maar dat doe ik wel bij dat betreffende agendapunt. Als onderdeel van de toelichting op dat agendapunt. Goed, dat over de instelling van de onderzoekscommissie geloofsbrieven. Daarmee zijn de drie mensen bereid gevonden en aangewezen. Dan is verslag van de bevindingen van de onderzoekscommissie geloofsbrieven natuurlijk nog niet aan de orde. Benoeming leden, stembureau, wethoudersverkiezingen heb ik zojuist iets over gezegd. Wat mij betreft eventjes aan de hand van het onderzoek, het voorstel in zaken het onderzoek geloofsbrieven en toelating van de nieuwe raadsleden. Dan stel ik u voor dat wij doorgaan met de vaststelling dat er bij agendapunt 7 geen hamerstukken zijn en bij punt 8 ook geen stukken voor een korte stemverklaring. Dan kunnen we naar de bespreekpunten die alle in het teken staan van dat vlotte tempo wat uw raad heeft gevolgd naar de verkiezingsuitslag en de installatie van uw raad vorige week. Dat begint met het voorstel van het seniorenconvent afkomstig in zaken de vaststelling van het raadsakkoord samenlevend. Ik neem aan dat het hier ook in uw logica past dat we dat in volgorde van de fracties grootte behandelen. Dat doen we meestal met dit soort algemene stukken. Dus als u daar geen bezwaar tegen heeft, dan stel ik voor dat we dat zo doen. Goed, dan kijk ik naar de fractie van BWC. Gaat u gaan. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik verzoek u inderdaad de eerste termijn vanaf het spreekgestoelte te doen plaatsvinden. Ja. Aan de orde is, ik begrijp dat niet helemaal helder is, het voorstel in zaken de vaststelling van het raadsakkoord samenlevend. Dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter, er ligt een mooi akkoord voor ons, wat enige tijd geleden met alle 7 fracties opgesteld is. Ik moet zeggen dat daar een heel mooi overleg aan de orde is geweest, waarin ook een heel mooi stuk uitgekomen is. En ik kan hier al een heel lang mooi verhaal houden, maar ik hou het hierbij. Het is gewoon een prachtig stuk en wij zijn daarmee akkoord uiteraard. Ik
heb gezien dat er 7 handtekeningen onder staan. Dus, wat dat betreft zou het snel moeten kunnen gaan. Dank u wel. Ja. Goed, dan kijken we naar, ik neem aan, mevrouw Visserink, VVD. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, wat ons betreft, wij gaan ook akkoord met het raadsakkoord. We hebben onze handtekeningen daar ook onder gezet. Ik vind een compliment voor onze raad wel op zijn plek dat we dit gedaan hebben. Ik denk dat we hier toch een andere positie innemen dan in andere gemeentes is gebeurd. En nou, dat is in ieder geval een compliment waard. De manier waarop we met het raadsakkoord aan de slag gaan moet natuurlijk nog uitgewerkt worden. En we zullen zien hoe dat gaat. In ieder geval belangrijk is dat er heel veel mensen bij betrokken zullen worden. En daar zien wij naar uit. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Visserink. Dan is aan de orde de heer Zuur, denk ik, CDA. Ja, het is een herhaling van zetten. Aan ons de uitdaging om, ja, naast wat er al gezegd is, om de handschoen op te pakken. En ik hoop dat heel veel inwoners die zich tot nu toe nog niet zo hebben laten horen, hier ook een actieve bijdrage aan gaan leveren. En we zullen het samen moeten doen. En dat gaan we doen. Ik dank u wel. De heer Slomp, PvdA. Ja, voorzitter, dank u wel. Onze fractie is blij met deze insteek. Goed initiatief van BBC om dat zo in te brengen in deze nieuwe raad. Blij met de brede ondersteuning voor deze werkwijze vanuit alle fracties in de raad. Nou ja, wij zien het ook wel als een pittige verantwoordelijkheid die de raad meekrijgt. Wij zullen hem zeer serieus oppakken en proberen daar een mooie invulling aan te geven. Gememoreerd werd dat dit het eerste raadsakkoord was in deze gemeente Koevorden. Volgens mij klopt dat niet helemaal in mijn politieke herinnering. De eerste keer dat ik in de raad zat, hadden wij ook al een raadsakkoord. Was zijn tijd ver vooruit, werd geen groot succes. Ik hoop dat het nu veel en veel beter gaat. Ik wens ons allen, u allen, er succes mee. Ja, dank u wel. Nodig bijna uit om er nog iets op te zeggen. Dat zullen we misschien maar niet doen. Voor degenen die historisch interesse hebben, die kunnen zich misschien nog eens buigen over de verschillen tussen dat akkoord en wat er thans op tafel ligt. En ik ben het helemaal met de heer Slomp eens. Dat was een volstrekt andere setting, een volstrekt andere geest die eruit sprak. Dus ik vind het helemaal prima als u zegt van nou, dit is wel het raadsakkoord wat we graag zouden willen zien. Mooi, dank u wel. Daarmee zijn wij bij mevrouw Driehuis. Pak. Die er iets meer woorden aan gaat wijden. De insteek van het pak is dat we het altijd belangrijk hebben gevonden dat inwoners meepraten en mee beslissen over hun eigen leefomgeving. Inbrengen hebben in wat je belangrijk vindt. Meepraten tot in de raadzaal zelfs wat ons betreft. Actief je expertise delen in een commissie of raadsvergadering waar wij als raadsleden die kennis ontberen. Want alleen dan kom je tot goede beslissingen. Actieve inbreng van inwoners leidt tot goed beleid. En dit raadsakkoord is dan ook een stap in de goede richting. Of in die richting. Wij zijn dan ook blij dat het er is. Het stelt ons als raad in staat om actief de dialoog met inwoners aan te gaan. En aan de voorkant op te halen wat zij belangrijk vinden. Binnen de vastgestelde onderwerpen en thema's. Dat leidt tot goede resultaten, hebben we al in de vorige bestuursperiode gezien. Toen nog geïnitieerd vanuit het college, nu vanuit onszelf als raad. Het mooie van dit akkoord is dat we inwoners, maatschappelijke instellingen, ondernemers en andere belangstellenden al in een vroeg stadium kunnen betrekken bij de voorbereiding tot ontwikkeling van de kaderstelling. Kaderstelling die uiteindelijk zal leiden tot een beleidsstuk wat door alle partijen gedragen wordt. Maar daar moet het wat ons betreft niet bij blijven. Ook willen we dat bij de uitvoering van het beleid diezelfde inwoners nog steeds betrokken blijven om het beleid waarover ze hebben meegedacht en aan mee hebben gewerkt op een juiste manier tot uitvoer te laten komen. Een veelgehoorde vraag die we binnen onze kringen hebben gehoord is: verlies je niet je eigenheid en je identiteit als partij binnen een dergelijk raadsakkoord? Wij denken van niet. In het voortraject zul je buiten je politieke kleur om moeten deelnemen. Doe je dat niet, is het gedoemd te mislukken. Want in dit traject gaat het om die inwoners, de maatschappelijke instellingen, ondernemers en overige betrokkenen. En wat zij belangrijk vinden. Pas als het uiteindelijke beleid er ligt, kunnen we vanuit onze eigen politieke opvattingen en standpunten ons oordeel geven.
Wat betreft de samenstelling van de werkgroepen willen we als kleine fractie wel opteren voor het toelaten van steunfractieleden die op de kieslijst staan. We hebben er al over gesproken, want je kunt niet van kleine fracties verwachten dat zij deelnemen in alle op te richten werkgroepen en daarnaast ook nog hun gewone werk als voor de commissie en raadsvergaderingen doen. Voor grotere fracties zal dit waarschijnlijk geen probleem zijn. Het zal een zoektocht worden. Een zoektocht naar de juiste procedure, de samenstelling van de werkgroepen en welke rol neem je als partij. Een experiment waar we ons als PAK vol voor willen inzetten. Maar wel een experiment dat we ook halverwege de periode tegen het licht willen houden om na te gaan of we eruit halen wat we erin stoppen. Maar voor nu, wat ons betreft, starten maar en daarbij wens ik ons als raad heel veel succes. Ik dank u wel. Dan gaan we naar de heer Bouwers, gemeente Langen. Staan aan. Dank u wel, voorzitter. Het raadsakkoord samenlevend. Het is een overeenkomst tussen alle partijen. Nou, daar hebben wij nog niet vaak meegemaakt dat dit zo is. Ik denk dat het ook een goede zaak is dat we met elkaar de schouder er eens onder zetten. En dat gaat dan voor de duurzaamheid, lokale zeggenschap en betrokkenheid, bloeiend verenigingsleven en mensen in beweging. Ik denk dat dat drie stukken zijn waar wij de komende tijd voldoende werk aan hebben. En ik hoop dat wij ook halfweg deze raad, misschien hoop ik klaar is, althans de aanzet daartoe, want het is een hoop werk. En ik ben met PAK eens, als er mogelijkheden zijn in de toekomst, dat wij gebruik kunnen maken van onze achterban. Als de raad daar toestaat, nou, dan zal dat ons van harte welkom zijn. Dank u wel. Dank u wel. Dan de heer Hoedemaker, D66. Dank u wel, voorzitter. Ook de handtekening van D66 staat onder het raadsakkoord. En we zijn blij met dat raadsakkoord. Deze maand is de maand van de filosofie. En het thema van de maand van de filosofie is de macht der verbeelding. Verbeelding aan de macht. Een knipoog naar de politieke ontwikkelingen van 1968, het jaar waarin ik geboren ben. 1968 was een revolutionair jaar waarin wereldwijd conservatieve systemen en traditionele maatschappelijke verhoudingen werden aangevochten. Studenten, vrouwen, zwarten en arbeiders verzamelden zich in ludieke, maar soms ook woedende protesten. Zo'n vaart, denk ik, voorzitter, zal het in Coevorden niet lopen. Maar D66 is erg benieuwd naar de nieuwe werkwijze, wat het raadsakkoord ons gaat brengen. Ik heb er zin in. Ik dank u wel. Nou, dank voor deze eerste ronde, een korte ronde. Maar toch niet minder noodzakelijk, want dat raadsakkoord is tot stand gebracht. U heeft ernaar verwezen buiten deze raadzaal om. Als initiatief vanuit de raad, uitvloeiend van de resultaten van de verkiezingen. Maar het is wel nodig en wenselijk, ook belangrijk zelfs, om het raadsakkoord wel status te geven. En dat doet u door het besluit wat hier voor ligt. Dus wat mij betreft ook complimenten daarvoor. Ik heb dat eerder in de publieke commentaren gezegd, maar ik herhaal het hier graag ook. Ik vind het echt een mooi proces, in die zin heel erg onderscheidend van wat je misschien ook een raadsakkoord zou noemen, waar ik net in de reactie op de heer Slomp al iets over zei. Toch nog één opmerking wat mij betreft, even in de richting van mevrouw Driehuis. Want ik denk dat u zichzelf misschien ook nog wat tekort doet. Als u zegt, ik ben het helemaal met u eens als u zegt, ja, maar wij zijn er niet bang voor dat onze individuele kleur, ons individuele geluid verloren gaat. Maar u gaf aan dat u dat vooral aan het einde van een proces om tot voorstel tot besluiten te komen voor zich zag. Nou is het nog maar 2 dagen geleden dat ik voor een orkest iets mocht doen. Dus het begrip akkoord zeg maar nog iets meer dan een bestuurlijk akkoord. Het is natuurlijk een veelstemmigheid die u karakteriseert als raad. En die veelstemmigheid komt niet pas aan het eind tot uitdrukking. Je kunt in veelstemmigheid een prachtig resultaat laten zien. Daar kun je het zelfs ook breed over eens zijn overigens. Nog steeds in veelstemmigheid. Maar die zelfstemmigheid kan ook tot uitdrukking komen aan de voorkant van de trajecten die u hier met elkaar volgens mij afspreekt. Daarin zit volgens mij minstens zo'n grote uitdaging. Dus ik ben met de volle bewust van alle vragen die een aantal van u ook daarbij al hebben vooraangekondigd. Daar gaan wij ongetwijfeld het over hebben met elkaar. Want mijn opvatting is het, en die wordt breed gedeeld in dit huis,
Dat wij natuurlijk alles zullen doen. En wij is dan wat mij betreft de persoon burgemeester, het college van BNW en de ambtelijke organisatie. Om u bij die inspanningsverplichting die u hiermee aangaat ook volop te ondersteunen. Dus dat hecht ik ook aan om dat ook hier nog even met elkaar vastgesteld te hebben. Dus een kort rondje, ik zei het al, maar wel nodig en ook mooi dat we dat met elkaar kunnen doen. Ik ga ervan uit dat er geen behoefte aan een tweede termijn is en dat we hiermee tot besluitvorming kunnen overgaan van dit stuk. Akkoord, dan is dat raadsakkoord samenlevend vastgesteld. Dames en heren, daarmee zijn we aan het tweede raadsvoorstel. Het initiatiefvoorstel om over te gaan tot benoeming van een drietal wethouders. Dat is een voorstel wat op initiatief van de drie collegevormende partijen tot stand is gekomen, maar het is geen verrassing voor u. Een opmerking aan de voorkant wel eventjes. We gaan stemmen straks volgens de formele procedures. U krijgt straks vanuit de Griffie voorbereide stembriefjes uitgereikt. Daarmee brengt u uw stem uit. Maar het feit dat we een voorstel ter bespreking hebben, dat kan ook niet anders met een benoemingsvoorstel, is natuurlijk tegelijkertijd ook een uitnodiging. Op het moment dat u daar iets over wil zeggen, bijvoorbeeld omdat u iets vindt van de voorgestelde kandidaten, of sterker nog, meent dat er iemand anders veel beter geschikt zou zijn als kandidaat wethouder, dat dit wel het moment moet zijn waarop u dan dat kenbaar maakt en de vorm van een alternatief naar voren brengt. En van dan kunnen we daar met de behandeling van de stembriefjes, sterker nog, dan moeten we daar bij de behandeling van de stembriefjes nog rekening mee houden. Dus die opmerking moet ik van tevoren wel maken. Dus ik geef het eerst in bespreking, het stuk. En dan gaan we over tot de stemprocedure. Ik zie dat deze mededeling toch enige onrust veroorzaakt. Ik zie enige genoemde namen wat wit wegtrekken. Dat de eerste opmerking even procesmatig. Twee, in het stuk staat afwijkend van het reglement van orde dat de voorzitter twee leden tot stembureau benoemt. Dat klopt niet, want in het reglement van orde staan drie leden. Dus ik ga straks drie namen voorstellen die ik graag dan vraag om hier in mijn buurt ergens onder ogen van de voorzitter van de raad, zo staat het volgens mij wettelijk bepaald, gaat hier gebeuren, de stemopneming doen en daarvan ook in deze raad verslag doen. Dat is de tweede opmerking. En de laatste opmerking die ik aan de voorkant nog even zou willen maken. Een formatieproces zoals deze die uitmondt in een voorstel om een college te bemensen, bevat ook een passage in de wet die zegt de burgemeester wordt geacht geïnformeerd te worden over het verloop van de formatie. En u kent mijn adagium, in ieder geval kent de heer Zwiers die. Die is namelijk nooit anders geweest. Als ik geïnformeerd geacht word geïnformeerd te worden, dan moet u weten dat ik er ook wat van zal vinden. En dat doe ik graag ook op dit moment, publiekelijk, in de openbaarheid, omdat ik daar natuurlijk dan ook op aanspreekbaar ben. Of ik daar enige rol heb vervuld en hoe ik dat proces heb waargenomen. En ik hecht eraan om mijn complimenten uit te brengen aan de wijze waarop de informatievoorziening richting mij als burgemeester heeft plaatsgevonden. Zeer frequent. Overigens met de gepaste verschillen in de verhoudingen die nou eenmaal liggen dan bij de initiatiefnemer van formatiegesprekken. En de wat meer adviserende rol die ik dan op zo'n moment kan innemen en ook heb kunnen innemen. Dus daarvoor pas dank. Die transparantie heb ik ervaren. Daarmee is die informerende rol ook goed uitgeoefend. En het is goed om dat ook onderdeel van de beraadslagingen te laten zijn. Goed, dat de opmerkingen op voorhand min of meer procesmatig. Dan is het ook zaak om alvast even te kijken naar de mensen die geacht worden de stemmen te gaan tellen. Ik had gedacht dat het misschien mooi zou zijn dat mevrouw Driehuis, de heer Holtis en mevrouw Sieben daarvoor beschikbaar zouden willen zijn.
Ja, mag dat op uw instemming rekenen? Ja, oké. Dan hebben we ook de benoeming van de leden stembureau daarmee ingevuld. En kunnen we overgaan tot de behandeling van het voorstel. U kunt rustig blijven zitten. We gaan eerst het voorstel behandelen. En daarna komt dus het uitdelen van de stembrief. Dus daar heeft u natuurlijk zelf ook nog een rol in te vervullen. Om een stem uit te brengen. En dan gaan we na het ophalen van de stembriefjes de telwerkzaamheden doen. Goed. Genoeg gezegd wat mij betreft. Ik geef u graag de gelegenheid om het initiatiefvoorstel benoeming wethouders te bespreken. En ik kijk eerst toch naar de drie coalitiegenoten om te kijken of zij behoefte hebben om het nog wat nader in te kleuren. De heer Zuur. Ja, dank u wel, voorzitter. Er stond in het voorstel ook nog iets over een onderzoek naar de geloofsbrieven. Wanneer moet ik dat in de traject zien? Ja. Dat klopt. Daar heb ik al bij het begin van deze bijeenkomst iets over gezegd. Dit is de algemene passage die nu geldt, want u heeft natuurlijk het recht om wie dan ook als wethouder voor te stellen. Dat kunnen ook wethouders van buiten zijn, zoals u weet. En dan kan onderzoek van de geloofsbrief natuurlijk wel zeker aan de orde zijn. Alleen in dit geval ligt de situatie anders. Er zullen geen andere geloofsbrieven voorstellen, tenzij u met een amendement komt, die we vanavond te onderzoeken hebben. Voldoende helder? Ik kijk eerst even naar de drie coalitiebureaus. Behoefte om het voorstel toe te lichten of in te kleuren? De heer Boy. Dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter, we zijn gekomen tot een voorstel om drie wethouders te benoemen vanavond. En u kunt zich voorstellen dat door onze grote overwinning van de 9 zetels, dat de vraag vooraf wel aan de orde is geweest of we niet een tweede wethouder zouden moeten willen leveren. En mag u de volgende zin van achter de spreekgestoel uitspreken? Ja, we moeten aan het begin zorgen dat het systeem er een beetje in komt. Maar een mooie manier om uit mijn verhaal te halen, voorzitter. Maar goed, om bij het begin te beginnen. U begrijpt, we hebben een grote overwinning behaald. 9 zetels. En natuurlijk is de vraag aan de orde geweest of wij niet een extra wethouder zouden moeten willen leveren aan de komende 4 jaar in deze raad. We zijn eigenlijk al gauw tot de conclusie gekomen dat als we met de drie partijen door zouden gaan, dat het eigenlijk niet verstandig zou zijn om nog een vierde wethouder erbij te doen. Als we terugkijken op de afgelopen 4 jaar, dan heeft deze coalitie prima samengewerkt. Het is allemaal in goede harmonie gelopen. En wij vinden eigenlijk, en vonden en vinden nu nog eigenlijk, dat je die goede arbeidsverhoudingen dan tussen drie personen die in beeld waren om weer wethouder te worden, om die verhoudingen niet te verstoren. Bovendien, zij hebben natuurlijk allemaal hun eigen portefeuilles waar ze aan gewend zijn. Ik heb begrepen dat er een paar kleine wijzigingen zijn, maar in grote lijnen zullen die portefeuilles hetzelfde blijven. Bovendien, als je een vierde wethouder erbij zou nemen, dan verstoor je niet alleen die interne drie, maar ook het proces achter de schermen binnen het ambtelijk apparaat. Als je 4 wethouders neemt, dan verzwaart het werk weer. En we zijn tot de conclusie gekomen om dat maar niet te doen. We wisten natuurlijk van tevoren, toen we de onderhandelingen begonnen, dat de kandidaten die nu op de lijst staan, het voorstel staan, dat die beschikbaar waren. En zijn daarom tot de conclusie gekomen dat het goed zou zijn om voor te stellen vanavond in dit voorstel om deze drie mensen, deze drie wethouders ervaren, zowel met elkaar als in het raadswerk, om deze drie vanavond te benoemen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Boy. En ook compliment met het vlotte oppakken weer van de draad van uw verhaal. Ja, dat kunnen we vaker doen. Ja. Ik kijk naar de heer Zuur, CDA. Ja, dank u wel, voorzitter. Geen kracht, geen macht, maar kracht en een pracht van een opstelling. Die complimenten willen wij in ieder geval aan de BBC geven. Onderhandelingen om te komen tot dit akkoord zijn in een goede sfeer verlopen. Het is een programma waar volgens onze overtuiging de drie partijen zich goed in kunnen vinden. Wij in ieder geval, heel goed, wij herkennen ons goed in het
coalitieakkoord. Wij zijn blij met het proces wat doorlopen is, zijn er heel tevreden over en hebben volste vertrouwen in dat het coalitieakkoord, hoewel op hoofdlijnen, nog een goede nadere uitwerking krijgt. Ook de wijze waarop dat plaats zal vinden past geheel in onze visie. Dus ja, wij willen dit voorstel van harte aanbevelen bij de overige raadsleden. Dank u wel. Dank u wel, meneer Zuur. De heer Slomp, Partij van de Arbeid. Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, eigenlijk was na de eerste gespreksronde wel duidelijk dat er een voorkeur was bij BBC van voortzetting van de huidige college en het in stand laten van de huidige ploeg. Ja, onze inschatting was ook zoals de heer Boy die duidt van er zat een goed team, er zit een goed team. Laat je dat in stand, dan bouwt dat voort op wat goed was. Haal je er een vierde bij in, ja, dan geeft dat mogelijke risico's. Heb je kans op, moet je zoeken naar nieuwe verhoudingen en wat gaan daar doen. Dus ik kan me die keuze van BBC goed voorstellen. BBC gaf aan van goh, wij willen ons resultaat verzilveren door te gaan met verbindend besturen, verbindend besturen 2.0. Dat heeft onder andere geleid tot het raadsakkoord en zal zijn verdere weerslag moeten vinden in deze periode. Wat dat betreft zijn wij ook blij dat er gekozen is voor een coalitieakkoord wat heel erg op hoofdlijnen uitgewerkt is. Dat biedt ook alle kansen zeg maar, om de komende maanden dat het nieuwe college dat gesprek met die samenleving aangaat over de wijze waarop het proces en hoe dat coalitieakkoord dat dan verder ingevuld moet worden. De ploeg die voorgesteld wordt aan te treden, daar valt weinig meer over te zeggen. Volgens mij, die heeft zich bewezen. Dus ik beveel ze ook van harte aan en ik wens ze alvast alle succes, want ik heb er vertrouwen in dat zij benoemd worden. Dank. Daarmee zijn de drie fracties die dit voorstel bij u hebben neergelegd aan het woord geweest. Ik kijk rond of er andere fracties, vanuit andere fracties iets gezegd wordt. Niet met de... Nee, geen verdere behoefte. Oké, prima. Dan kunnen we de bespreking beëindigen en overgaan tot de stemming. Daartoe worden nu de stembriefjes verdeeld. Daar zult u dan zien dat inderdaad de drie namen die en de enige drie die bij dit onderwerp ter sprake zijn geweest zich op bevinden. En u wordt gevraagd om op die stembriefjes drie keer een streepje te zetten door de woorden wel of niet. Die aangeven of u wel of niet instemt met de benoeming van en dan de naam van de kandidaat erachter. Dan mag u het briefje halverwege dubbel vouwen. En dan is er straks wel ergens een hoge hoed. Waarmee de ingevulde briefjes worden opgehaald. Ik heb de indruk dat u allemaal klaar bent. Dat betekent ook dat de drie leden van de stemcommissie in principe gereed zouden moeten zijn om zich naar de tafel te begeven. De ambtelijke ondersteuning zit er ook al. De heer Kok, die ongetwijfeld de notulering ook voor zijn rekening zal nemen. De heer Bouwers. Ja, de drie leden van de commissie stemonderzoek zijn aanwezig. We schorsen de vergadering voor de korte periode. Ja, dames en heren, de schorsing is opgeheven. Aan de orde is nog steeds het initiatiefvoorstel benoeming wethouders. De commissie van stemopneming, om het zo maar eens even te noemen, heeft zijn werkzaamheden vlot tempo voltooid. En mevrouw Driehuis doet graag verslag van haar bevindingen. Nou, daar kan ik heel kort in zijn. We hebben de stemmen geteld. Daar hebben we geen onregelmatigheden in gevonden. De uitslag van de schriftelijke stemming is voor de heer J. Zwiers 25 stemmen voor, 0 stemmen tegen. De heer J. Huizing 25 stemmen voor, 0 stemmen tegen. En de heer J. Brink 25 stemmen voor en 0 tegen. En dan rest mij om de drie nieuwe wethouders bij deze van harte te feliciteren.
Ik dank de leden, mevrouw Driehuis, de heer Holtis en mevrouw Siebe, voor haar werkzaamheden. U bent wel een beetje voorbarig, mevrouw Driehuis. Want ik ga nu de uitslag van de stemming bekend is, nog wel even een noodzakelijke vraag ook aan de drie heren stellen. Heer Zwiers, bent u bereid de benoeming te accepteren? Ja, graag. Dank u wel. Meneer Huizing, bent u bereid de benoeming te accepteren? Ja, voorzitter, met zoveel vertrouwen, dan kan ik helemaal zeggen ja, graag. Mooi zo, dank u wel, de heer Brink. Ja, daar sluit ik me natuurlijk heel graag mee aan. Dank u wel. Goed, dan kunnen we namelijk hiermee overgaan tot de volgende agendapunt. En dat is de beëdiging van de wethouders. Ik verzoek u allemaal te gaan staan. En ik verzoek de drie zojuist benoemde en geaccepteerde, en benoeming geaccepteerd hebbende wethouders hier voor mij te plaats te nemen. Alle regieaanwijzingen volgen nu, dames en heren. Mooi dat u allemaal bent gaan staan, want volgens de gemeentewet moet ook bij de benoeming van de wethouders, zoals dat nog maar kort geleden ook bij hun installatie tot raadslid het geval was, wel de eed dan wel de belofte worden uitgesproken. En ik breng hem nogmaals in herinnering. Ik zweer dan wel verklaar dat ik om tot wethouder benoemd te worden, rechtstreeks nog middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enig gift of gunst heb gegeven of beloofd. En ik zweer, dan wel verklaar en beloof, dat ik om iets in het ambt te doen of te laten, rechtstreeks nog middelijk, enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. En ik zweer, dan wel beloof, dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als wethouder naar eer en geweten zal vervullen. En daar mag u op antwoorden. Oftewel, dat verklaren beloof ik, dan wel zo waarlijk helpen mij God almachtig. De heer Zwiers. Het verklaren en beloof. Dank u wel. De heer Huizing. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Dank u wel. De heer Brink. Dat verklaren en beloof ik. Dank u wel. Dan mag ik u als eerste feliciteren met uw benoeming tot wethouder van de gemeente Koevoort. En ik verheug me op de gecontinueerde samenwerking. Dank u wel. Goed, dames en heren, nu we de wethouderstafel weer kunnen vullen, vraag ik de leden van de voorgestelde commissie onderzoeksgeloofsbrieven om zich even hier te melden om de geloofsbrieven te onderzoeken van de drie mensen die van mij al bericht hebben ontvangen dat zij als gevolg van de vereiste toelatingsregels zijn toegelaten tot het lidmaatschap van de raad. Dat gaat over de heer Ten Berge, de heer Heling en de heer Mulder. En dienstgeloofsbrieven liggen nu voor bij de commissie. Dus, meneer Bouwers, mevrouw Vissering en meneer Hoedemaker worden gevraagd om dat onderzoek te doen. En ik schors wederom voor een paar minuten. Dames en heren, we kunnen de schorsing opheffen, want de commissie onderzoeksgeloofsbrieven is teruggekeerd. En het getuigt van de zorgvuldigheid waarmee zij hun werk hebben gedaan dat het toch enige tijd vroeg. Ik geef de heer Bouwers graag de gelegenheid om verslag te doen van de bevindingen van de commissie. De heer Bouwers. Dank u wel, voorzitter. Aan de raad van de gemeente Koevoorden. De commissie uit de raad van de gemeente Koevoorden, in wier handen werd gesteld de geloofsbrieven en verdere bij de kieswet gevorderde stukken, ingezonden door Ten Berge Dirk, Heling Edding, Mulder G. Gilbert, op dinsdag 10 april 2018 benoemd tot leden van de Raad van de gemeente Koevoorden, rapporteert de Raad van de gemeente Koevoorden dat zij bovengenoemde bescheiden heeft onderzocht en in eerste instantie niet in orde bevonden. Daar is door onze, met het identiteitsbewijs van de heer Reling, is de juiste datum genoteerd en hij is nu weer op de juiste dag jarig. Goed. Gebleken is dat de benoemden aan alle in de gemeentewet gestelde eisen voldoet. De commissie adviseert tot een toelating als lid van de raad van de gemeente Koevoorden. Koevoorden, dinsdag 10 april, de commissie voornoemt. Dank u wel. Ik bedank de commissieleden voor een goede werk. Ik maak van de gelegenheid graag gebruik om ook nog even
melding te doen van het feit dat zojuist in het gesprek met de onderzoekscommissie geloofsbrieven toch nog even de vraag aan de orde kwam of de geloofsbrieven van de wethouders toch nog niet iets anders waren dan de geloofsbrieven van de raadsleden. De gemeentewet veronderstelt namelijk dat er onverenigbaarheid van betrekkingen bestaat. Die bestaat overigens ook voor raadsleden. En ik had dat zojuist misschien ook even moeten melden. Ik heb dat niet gedaan omdat die zojuist benoemde wethouders natuurlijk al wethouder waren. En die onverenigbaarheid was dus ook al aan de orde geweest, al in het eerder stadium. Het is wel goed om dat toch nog eventjes met elkaar hier vast te stellen, dat er geen sprake is van onverenigbaarheid van betrekkingen. Die kunnen zich natuurlijk op elk moment in zo'n loopbaan als wethouder voordoen. Maar dan hebben we daarover natuurlijk een ander soort gesprek, namelijk het constateren dat er sprake is van onverenigbaarheid die zich kunnen gaan voordoen. En dan leidt dat tot het aftreden van een wethouder of het ontslag nemen van een wethouder. Dat is nu niet aan de orde, maar het moet denk ik voor de zorgvuldigheid nog wel even vermeld worden. Ik vond het ook niet opportun om van de commissie onderzoek geloofsbrieven nu te vragen om een oordeel uit te spreken over die verenigbaarheid van de werkzaamheden als daar geen stukken over voorlagen. En die lagen dus niet voor omdat er al sprake was van het wethouder zijn. Goed, daarmee is toch ook in deze kader van deze raadsvergadering nog eventjes vastgesteld dat er geen sprake is van onverenigbaarheid van betrekkingen en dat er dus niets in de weg stond om tot hun verkiezing als wethouder over te gaan. Daarmee denk ik, dames en heren, kunnen we ook het voorstel 9-4 afronden. Het voorstel van het seniorenconvent in zaken het onderzoeksloosbrieven van een drietal en toelating van drie nieuwe raadsleden. Om die toelating ook daadwerkelijk te effectueren, wil ik u wederom te verzoeken te gaan staan. En verzoek ik de drie leden die zojuist zijn genoemd hier voor mij plaats te nemen om de eed dan wel de gelofte af te leggen. Dat streepje staat er nog. Ja. Goed, dames en heren. Ik lees toch weer eventjes de volledige tekst voor van de eed, dan wel de belofte, die van de drie heren gevraagd wordt af te leggen. En dan geef ik ze achtereenvolgens de gelegenheid om daarop te antwoorden. Ik zweer, dan wel, ik verklaar, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks nog middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. En ik zweer, dan wel verklaar en beloof, dat ik om iets in het ambt te doen of te laten, rechtstreeks nog middelijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. En ik zweer, dan wel beloof, dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen. Wat is daarop uw reactie, meneer Heling? Zo waarlijk help mij God almachtig. Dank u wel, heer Den Burgen. Dat verklaar en beloof ik. Dank u wel, heer Mulder. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Dank u wel, dan bent u hiermee geïnstalleerd en toegelaten tot de raad van de gemeente Koevoorde. Veel succes met uw werkzaamheden. Van harte gefeliciteerd, ook daarbij hoort een bloemetje. Ja, dan mogen de kerstverse leden van de raad plaatsnemen op de opengevallen plaatsen. Gaan we meteen schorsen. Niet schorsen. We gaan zelfs deze raadsvergadering beëindigen. Dat doe ik maar even vanaf deze plaats. Kunt u elkaar feliciteren. En kunnen we de zaal enigszins anders herinrichten. Omdat hierna, over een kwartiertje, de commissievergadering in de nieuwe samenstelling zal plaatsvinden. Ik nodig u daar graag voor uit. De vergadering is gesloten.